Als ik me vroeger had misdragen, hè? Ja, en dan kwam ik thuis en dan zei mijn moeder, en je gaat gauw terug en je gaat dan weer en je gaat je excuus maken en je gaat, ja, en hoe moet dat dan, excuus maken? En je sorry zeggen, jij zegt sorry en het spijt me en je gaat, en dan ging je dan, hoem, poem, 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 en dan ging je, en dat hebben we nu gezien met Omzicht. Ja, die is ook thuis toegesproken, ja. En jij gaat terug en je gaat je excuus maken. En nou, daar was hij dan. Dan stond hij weer in Den Haag. En dan komt hij daar met een verklaring, vrienden. Dan zegt hij alleen maar, dan zegt hij nog niet eens sorry en noem maar op. Nee, dan zegt hij alleen maar, ja, het is niet op een chique manier gegaan. Niet chic, niet chic. Hé, hey, Pieter, dit was onfatsoenlijk, schuine streep, onbeschoft. Dat was het. Ja, niet chic. En daarmee was hij, en daarmee is hij dan klaar. Onze Pieter. Ja, en daarna staat hij gewoon te oreren en te vertellen. En legt hij iedereen uit dat hij wil eigenlijk helemaal niet met die Wilders. Helemaal niet. Hij wil niet met die PVV in een meerderheidskabinet. En als het een minderheidskabinet is, wil hij niet dat Wilders de premier is. Dus wat zit je daar nou te doen dan, Pieter? Dan zit je daar weken, bijna 2 maanden, zit je daar mee te wouwelen aan die formatietafel. En je wil gewoon niet. Je hebt er gewoon geen zin in. Je zit gewoon de boel op te houden. En als je dat dan moet uitleggen, ook nog eens een keer. Ja, zoals nu, sta je te hakkelen. Gewoon te hakkelen. En zuchten en lang nadenken. Oh, vrienden. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat. Maar bij mij, ik krijg bij die Pieter, bij die Omzicht, een heel ongemakkelijk gevoel.